Derk voetbalt nu 2 jaar niet meer, maar ik wil van jou weten, wat was jouw absolute hoogtepunt uit je carrière en wat was jouw absolute dieptepunt? Kampioen geworden met Ajax natuurlijk, dat is echt een hoogtepunt. Ook wel mijn steentje aan bijgedragen, met de goal tegen PSV onder andere. Heel erg gelukkig mee. En dieptepunt, ik denk ja, het stoppen van mijn carrière denk ik. Is dat ook echt helemaal zo? Je bent definitief gestopt, je gaat geen Royce en Drenthe-achtige comebacks herbeleven? Nee. Sowieso niet in de Jupiler League, daar zie ik mezelf niet meer spelen. Na 2 jaar is het sowieso onmogelijk denk ik om... terwijl voor mezelf denk ik van ik zou best nog wel kunnen voetballen, weet je wel. Alleen ja, daar moet gewoon een mooie uitdaging voor me liggen. En zolang die niet komt, dan zie ik geen reden om de voetbalschoenen weer uit de kast te gaan halen. Jij stond bekend om je harde schot met je linkerbeen. Wat is het hardste schot wat ooit is gemeten van jou? Geen idee. Werd dat nooit gedaan bij de clubs? Nee. Ik had wel een bijnaam bij Ajax, die werd me gegeven door Carlo L'Ami, de keeperstrainer van Ajax. En, hij noemde me altijd het kanon. Het kanon, ja. Dat is een goede ding. Ja. En die nam ik ook mee naar Schotland en toen werd het The Cannon. The Cannon. The Cannon, ja. Is Kontje Blauw dan met je vrienden vroeger nooit compleet uit de hand gelopen? Ik had vroeger een buurjongen, maar ja goed, volgens mij dacht hij anders dan de meeste kinderen in de buurt. Maar die had liever zakjeflats. Zakjeflats? Ja, dat ken je niet. Nee, dat kan je niet. Dan ga je met je... De voorkant? De voorkant ga je naar me toe staan, ja. Zonder handen? Zonder handen. Ja, dat vond hij fijn, denk ik. Ja. Maar, nee. Die heb je goed geraakt? Die krijgt geen kinderen meer? Dus. Ik weet het niet, maar... Nee, dat was wel een grappig verhaal, ja. Je had het al net over je eigen nickname, The Cannon. The Cannon. Het kanon. Wat is de leukste nickname die jij voor een teamgenoot hebt gehoord? Het leukste verhaal erachter? Een jongen die het Leigh Griffiths en zijn bijnaam was The Thumb. The Thumb. The Thumb. Precies, de duim. En ja, google hem maar, dan zie je wel waarom ze hem The Thumb noemen. Ja. Bij de fans ging hij in ieder geval door het leven als The Thumb. The Thumb. Zoek de verschillen? Zie je de verschillen of niet? Goed, Derk, we gaan kijken of je nog hartstikke goed kan voetballen. We hebben 3 uitdagingen voor je. Je hebt 3 pogingen voor elke uitdaging. Mocht het niet lukken, dan moet je iets geven aan de kijker. We gaan beginnen met de eerste uitdaging. Ik ga jouw techniek even testen. Je mag in deze cirkel gaan staan. Oei. Ik heb de bal. Die laat ik los. En je moet de bal aannemen binnen de cirkel. Aannemen binnen de cirkel. En je mag er niet op gaan staan. Je mag niet zo doen. Oké. Poging 1. Oei! Gaan we, poging 2. Hij zit erin. Gelukkig. Was het zo ook bij Celtic bijvoorbeeld dat de profvoetballers veel bier zopen als het even toeliet? Nou, wij zijn met Celtic, we hebben een boetepot. Ja. Dus ze hebben een boetepot. Als jij je slippers niet bij je hebt of als jij kleding laat slingeren of voor alles verzinnen ze dan een boete. Je kan zo gek niet bedenken of je krijgt er een boete voor. Je bordje niet opruimen tijdens de lunch of weet ik veel wat, in ieder geval overal boetes voor. En dan, die boetes worden bij iedereen bijgehouden, moet je eind van de week ook allemaal betalen. En, met dat boetegeld gaan ze dan naar Londen toe. Daar hebben ze een weekendje geboekt eigenlijk, net tussen kerst en oud en nieuw in, wanneer het seizoen het toelaat, want ze hebben natuurlijk geen winterstop daar zo. Maar dan gaan ze naar Londen toe en dan gaan ze helemaal los. Ja, en, zuipen alle? Alleen maar zuipen. Ja, van 's ochtends tot 's avonds. Het begint in de vliegtuigen. Ja, en daar heb ik ook wel gasten gezien die op een gegeven moment gewoon... dan zitten we in een of andere tram of metro, weet ik veel wat. En dan liggen er gewoon mensen gewoon lang uit op de grond daar gewoon, weet je wel. Gewoon teamgenoten? Ja, gewoon teamgenoten, ja. Ja, dat is echt dingen meegemaakt daar, dat is fantastisch. Maar nee, zuipen, dat kunnen ze zeker. Ja, jij kon er niet aan, dat niveau? Nee. Als ik met hun niveau meega, dan vind je me niet meer terug. Dan lig ik in een goot ergens en dan is het einde verhaal. Maar deze gasten, ja, dat is niet normaal. Die kunnen echt zuipen, jongen. Maar ook wat we bijvoorbeeld deden ook was, gingen ze gokken. Daar houden ze van, hè? Ja, paardenraces, weet je, houden ze van. Er zijn ook een paar paardentracks daar zo in Schotland ook. Houden ze van gokken. En wij gingen dan naar een kroegje toe en hadden ze geld ingezet op een wedstrijd. En dan niet om wat de uitslag zou worden of weet ik veel, nee, maar om de hoeveelheid corners. Daar hadden ze geld ingezet op 12 corners. Als ze dan 12 corners hadden, hadden we dus heel veel geld gewonnen. Dus bij elke corner die er was, juichen, waaah, zuipen, weet je. Ja, gaat helemaal nergens over, maar dat is, was deel van, toen we in Londen waren, dan gingen we dat ook doen, ja. Ja, en zijn er flinke bedragen gewonnen of juist gewonnen? Nee, uiteindelijk waren 4 corners of zo, dus niks gewonnen. Maar het toch wel zuiver, toch? Er wel aardig wat ingezet, inderdaad. Ja. En ja, precies wat ik zei, bij elke corner die er was, dat... Lijkt me wel een gezellige cultuur om mee te maken. Zeker, ja. Allemaal en dan gewoon overdag ook, hè. Dus niet dat het s'avonds was, gewoon overdag, middagwedstrijd en daarna gewoon gelijk weer door de stad in. Maar deed de trainer ook mee? Nee, nee, die mocht niet mee. Die mocht niet mee? Nee, die moest thuis blijven. Maar wel mooi dat een boetepot wordt gebruikt om naar de kloot te gaan eigenlijk. Ja, ja. En alles wat er niet genoeg was, als er niet genoeg boetes waren uitgedeeld, dan moest je een beetje bijleggen. Maar we hadden een aantal spelers, dat waren grote sponsors van een boetepot. Ja. Uitdaging 2, heet Jeu de Bal. Gooit die cirkel straks een eindje die kant op. En je krijgt er in 3 pogingen de bal in. Okay. Gaan we. Schitterende worp. Oh. Oh, en nou werkt het niet met een effect, hè? Dit is wel leep, hoor. Hey. Oh, hij maakt het spannend. Dit moet het gebeuren. Oké. Oh. Oh. Ah, natuurlijk niet! Verdomme. In welke film of serie zou jij de hoofdrol willen spelen? In welke film of serie zou ik de hoofdrol willen spelen? Ik vind Game of Thrones een hele vette serie. Welke zou je dan spelen? Jon Snow of Daenerys? Nee, niet een chick. Nee, dan zou ik denk ik die van Michiel Huisman willen spelen. Dan ben ik lekker dicht bij Khaleesi, weet je wel. Ja, die is wel leuk. Ja, 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 dat is een hele fijne rol te spelen volgens mij. Beetje mensen vermoorden af en toe? Ja, als het moet. Ja, ja. Als het moet. En op de koude winteravonden dan tegen de Khaleesi aankruipen. Dus, ja joh, prima. Ja, laat me vriend niet horen. Zo is het. Wat is de raarste belediging die je ooit hebt gehoord? In het veld, op het veld van supporters of van tegenstanders? De raarste belediging die ooit... Nou, was op Twitter was dat. Nooit, niet echt... ja, we krijgen genoeg omhoog geslingerd natuurlijk. Maar nee, de grappigste die kwam ik op Twitter tegen. Als ik zelf niet op Twitter, maar ik heb het ooit wel ergens een keer voorbij zien komen. Er was een persoon en die had op een gegeven moment 4 namen opgesteld. Dat was Saddam Hussein. Er stond een vinkje achter, die was dood. Dat was Gaddafi, er stond een vinkje achter, die was dood. Osama bin Laden, vinkje achter, die was dood. En Derk Boerrigter stond er ook onder, er was nog geen vinkje achter. Holy shit, dat is heftig. Die moest er ook nog aan, ja. Heel heftig. Ja, die heb ik ooit een keer voorbij zien komen, ja. Oké, normaal gesproken Derk, is de laatste challenge dat jij de namen en rugnummers van de nummers 1 tot en met 11 van je huidige teamgenoten moet noemen. Maar je hebt helaas op dit moment geen teamgenoten. Ik kan wel verzinnen. Ja, ik heb een andere challenge voor je. Jij mag beginnen met hoog houden. Ja. Kom maar. De bal mag niet vallen. Oké, wat ga je doen dan? En jij moet van mij de basiself noemen van de met 4-1 verloren wedstrijd in Bernabeu met Ajax. Van ons team? Ja, waar jij in scoorde. Ja, ik heb geen idee. Echt niet? Nee, echt niet. We beginnen bij opduw, kom op. Kenneth Vermeer. Ja, klopt. Oké, wie er meer? Al de wereld Vertongen. Al de wereld is goed. Daley Blind. Ja. Ricardo van Rijn? Ja. Yes. Nog meer achterin? Ja, nog eentje achterin. Ik heb echt geen idee. Halfweel of Tong was niet goed? Het is een buitenlander. Ik heb echt geen idee. Scandinaviër. Mooi Sander. Heel goed. Lekker, dat middenveld. Siem de Jong, Eriksen. Siem de Jong, Eriksen, ja. Jeetje. Laatste heeft dezelfde voornaam als Eriksen. Christian Paulsen. Ja, heel goed. Voorhoede. Yes. Oh. Ja. Voorhoede. Danny Hoese, Derk Boerrigter. Ja. En Tobias Sana. Tobias Sana viel in, klopt. Oké, geen idee. Help me. Het is een Deen. Victor Fischer. Heel goed. En als bonuspunt, de invallers, je had Tobias Sana al. Er waren nog 2 invallers. Is het Serero? Nee, 2 buitenlanders. Ja, Serero is ook buitenlander. Ja, weet ik. Ja. Ik heb geen idee. Oké, Edo was het. Oh jee, ja. En Lasse Schöne, die nog steeds speelt. Ja. Godverdorie. Allerlaatste bonusvraag. Wie keepte bij Real Madrid? Dat was niet Casillas, die was het jaar daarvoor. Goed. Navas, nee. We hebben geen idee. Adam. Ja, die wist niemand. Adam. Voorspel de uitslag bij de wedstrijd Ajax-Heerenveen en win een mooie riem van de eigen kledinglijn van Derk Boerrigter, Derk Hughes.